zou drijven, was het ook vliegen. Daar ergens. En ja, we gaan kijken wat hij doet op vreemd terrein. En daar is mama. Dus ja. Vandaag gaan we oefenen met het op vreemd terrein rijden. Josephine rijdt deze keer weer. Jullie zien dat ze eerst aan de hand alles laat zien. Daarna stapt ze op en kort daarna begint de les bij Marcelle. Ze oefenen op het ritme, buiging en tempocontrole. Ook op de overgang van en terug naar galop. Hierin wordt hij soms nog wat loperig en valt dan uit elkaar. Af en toe vond Wissie het nog wat spannend. Maar Josephine kan hem daarin heel goed begeleiden en je ziet dan ook elke keer weer de ontspanning terugkomen. Terwijl jullie de beelden zien van vandaag, waarbij we gaan oefenen bij Marcelle de Kam, wil ik jullie eerst wat vertellen. En eigenlijk is dit een soort van storytime video. Misschien hebben jullie de vlogs allemaal wel gezien. In augustus werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Na een lange weg mocht ik in oktober weer naar huis. We begonnen met het opbouwen van de training van Wis en mij. Tijdens mijn opname was hij verzorgd door stalgenoten en regelmatig gelongeerd aan een halse. Ik stapte vol plezier weer op zijn rug en het oppakken van de training ging boven mijn verwachting. Maar na nog geen 2 weken, waarin we nog in onze opbouwfase zaten, brak ik mijn pols op een hele nare manier. Dit gooide heel ons plan weer overhoop. Maar na bijna 1 week zat ik weer op zijn rug. Mijn hand was krachtloos en ook het gevoel was volledig weg. Dit bleek een grote uitdaging. Maar wat was Wis lief en braaf. Langzaamaan konden we onze conditie weer opbouwen en ook al was er geen aanleuning omdat mijn hand veel te onrustig en inconsequent was, hij deed het allemaal maar ontzettend braaf. We galoppeerden een paar weken later, ondanks mijn gips, in de buitenbak. Een groot doel was gelukt. Maar kort daarna gebeurden een aantal dingen op stal, zoals nare opmerkingen. Dit maakte mij zo onzeker in combinatie met mijn pols dat ik volledig blokkeerde. Volledig stopte met rijden en dit weerspiegelde op Wis. Wis pakte de ruimte die hij kreeg en hij werd enorm stout. En dit kennen we van Wissie. Zolang ik duidelijk ben en de leiding geef, is het het braafste paard van de wereld. Maar word ik onzeker of geef ik tegenstrijdige signalen, wordt het een draakje. Mam hielp ons waar ze maar kon. Maar er kwam een neerwaarts spiraal wat ik niet meer kon tegenhouden. Ik had extra hulp nodig. En gelukkig kwam die hulp uit een op dat moment voor mij onverwachte hoek. Ik mocht op het fantastische leerpaard Jasmine mijzelf weer gaan zoeken. En al in de eerste les vond ik mijn vertrouwen op haar weer terug. Op haar kon ik ontdekken wat ik nog met mijn pols kan. En door precies te weten waar mijn beperkingen op dit moment lagen, ook qua mijn hele fysieke welzijn, werd ik weer zelfverzekerder. We bouwden dit uit en het hoogtepunt werd de paradressuurwedstrijd in Arnhem. Een geweldige ervaring. Langzaamaan ging het rijden op Wis ook weer beter. Maar doordat ik nog lang niet fit was, mijn pols mij een nieuwe uitdaging gaf en dat mijn onzekerheid nog sluimerde op de achtergrond, stelden we voor dat Josephine eens op Wissie ging rijden. En wauw, wat was dat een goede combinatie. Wis is een heel gevoelig paard. En zeker niet iedereen kan erop rijden. Hij is een enorme spiegel en ik was blij dat zij zo'n klik hadden. Intussen kwam helaas het moment dat we afscheid moesten nemen van Jasmine.
het paard van Josephine. Wat was dat een groot verlies. Gelukkig heeft Jasmine mij op dat moment alweer zoveel vertrouwen weten terug te geven, dat het rijden op Wis echt weer goed ging. Natuurlijk zijn we nooit uitgeleerd, maar wat was dit een mijlpaal. Door de breuk is mijn hand deels gevoelloos, heb ik krachtverlies en voel ik dus niet of ik mijn teugel vast heb. Dus ook niet hoeveel ik hem begrens of hoe hard ik mijn teugels aanneem. Ik was bang dat mijn hulpen te grof zouden zijn, terwijl ze vaak gewoon eigenlijk te klein zijn. Maar doordat ik het niet voelde, maakte dit mij heel onzeker. Ik had alleen niet verwacht dat het mij zo onzeker kon maken. Gelukkig zijn we daar nu doorheen en hebben we voor 2018 nieuwe doelen gemaakt. Ik hoop bijvoorbeeld halverwege dit jaar terug te zijn in de dressuurring. En wie weet ook weer op buitenrit te gaan. En in de video vandaag hebben jullie gezien hoe braaf en goed Wis het doet na al die tijd niet op vreemd terrein te zijn geweest. Het is echt een fantastisch lief en werkwillig paard. Maar ook zeker heel gevoelig. Hij is mijn droompaard en samen vinden we onze weg wel weer. Daar heb ik alle vertrouwen in. Samen met mam, Josephine en nog een aantal anderen gaan we dit avontuur natuurlijk gewoon weer aan. Want teamwork is dreamwork. Bedankt voor het kijken en vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren en dan zie ik jullie bij de volgende video.